kan het gewoon nog even voorleggen aan de voorzitter. En ik kan een andere instelling dat zij of zij het aan de commissie wil voorleggen. Dus dat kan ik even niet meer doen. Ja, wij gaan ons ook beraden in de tussentijd. Wat wij gaan doen. Hey, everybody who come for the inspreken. They don't want to let us speak. Come, let's go and have a little meeting. What we're going to do. Wat bemoei je je mee? Ja, nee, je loopt nergens heen, want burgers onderling hebben wat te bespreken. Nog twee zinnen. We gaan nu vergaderen, wat we gaan doen hier. Dus ik zeg ook, er is iets misgegaan in de mail of waar dan ook. Daarvoor is ook al excuses aangeboden door de Griffie. Alleen nu gaat even aan de commissie worden voorgelegd, want we zitten natuurlijk met een x-aantal dingen. Of jullie toch het recht krijgen om even in te spreken. Nou kijk, de fout zit bij jullie en niet bij ons. Dus het recht om in te spreken hebben we sowieso. Zo zit dat wel. Ja, maar we hebben hier nou eenmaal een recht van orde en de commissie bepaalt. Nou, recht van orde, we hebben het recht van de burger hier, zeg maar. Democratie. Maar daarvoor zeggen we ook, wij proberen het. Wij gaan even de commissie beslissen. Dus daarvoor wordt nu ook een voorstel gedaan. Want de voorzitter zei in eerste instantie nee, want ik heb niks gezien. Weet je wel? Okay. En daarvoor heb ik nu voorgesteld. Laat het even de commissie voorstellen. Nou, ze kunnen een betere ja zeggen. Ja, dat weet ik ook wel. Maar daarvoor leg ik het nu aan jullie uit, wat mijn voorstel is, om toch de commissie te laten beslissen, om jullie te laten inspreken. Ik zou toch voorstellen... De commissie vindt het goed. Jee, leven de commissie! Maar ik wil u wel vragen, inderdaad, even... Ik hou me wel aan... U krijgt zo, de voorzitter geeft u straks op een geschikt ogenblik, zeg maar, het woord. Dus u zal vanzelf worden omroepen en bijvoorbeeld... Ja, excuses voor het misverstand. Gaan jullie dat kanonnen pas omdraaien voor jullie wegbezuinigd worden? Wij nu. We draaien helemaal geen kanonnen om. Dan word je wegbezuinigd. Ja, dan maar wegbezuinigd. We gaan maar wat ga je dan doen met jouw kwalificatie? Beste commissieleden, het OM heeft recentelijk een reeks kraakpanden. Dat moet men in een bredere context zien dan alleen maar het kraken van woonruimte. Vandaar dat ik hier ben. Het betreffende pand is eigendom van Woensberg BV. En deze is opgericht door een aantal Volendamse zakenlui, waaronder ook de familie van Keulen. Die op het Zeeburgerpad een winkelpad pand in gebruik had. Dat pand is reeds verlaten en het bedrijf is naar Noord verhuisd. De tijd dat Van Keulen een hardwerkende handelaar in bouwmateriaal was, ligt ook al reeds in het verleden. De jongere generatie houdt zich vooral bezig met vastgoedspeculatie. Van Keulen en partners hebben in het recente verleden veel van de nu nog goedkope lozen op het Zeeburgerpad opgekocht, wetende dat het stadsdeel het oude industriegebied al daar wil ontwikkelen. In uw projectplan wordt ook zelfs onderkend dat een aantrekkingskracht voor speculanten van deze ontwikkeling uitgaat. Het 1-2'tje is redelijk duidelijk. Zodra de waarde stijgt, kunnen de speculanten hun vastgoed daar verzilveren ten koste van de belasting betalen. Uiteraard heeft Van Keulen alle panden daar naar de kraak met spullen volgestort om gebruik te voorkomen. Dat toont dat zeker geen invulling gaat komen voor de locaties en alles wat ons staat te wachten is een situatie waar enkel één bedrijf de grote winnaar is en de rest van ons allemaal verliezers. In uw strategienota voor het gebied wordt een toekomst met creatieve ondernemers een geplande raafbrand geschetst. Ik zit hier. De creatieve ondernemers die men wil aantrekken zullen prijzen voor die locaties niet meer kunnen betalen nadat Van Woensberg BV haar slag heeft geslagen. Het gevolg zal verdere leegstand in de toekomst zijn. De vraag is nu, wil men op basis van het kraakverbod en de willekeur van het OM belastinggeld aan een ontruiming besteden om een speculant in de hand te werken? Ik zou zeggen, hou deze ontruiming volledig tegen, want alleen op die manier voorkomt u dat Van Woensberg BV de volledige controle over het gebied zal verwerven. Wij zijn betrokken bij de stad en ons stadsdeel. De snelle jongens uit Volendam willen alleen maar vastgoed uitmelken. Welke kant kiest u? Dank u wel voor uw duidelijk. Ik begrijp, u bent met andere dingen bezig, maar ik dacht... We hebben vol aandacht geluisterd naar uw betoog, dus ik ga even vragen tot iemand van de commissie die u nog een vraag wil stellen. En dat is mevrouw Winkies van de Rijksfractie. Dank u wel dat u hier wilt komen spreken. Dit probleem dat u schetst, dat is een landelijk probleem en we zijn er ook wel bekend mee. En we zien in mijn ogen eigenlijk ook dat de fiscus te langzaam ingrijpt bij dubieuze transacties en dergelijke. Wat ik me afvraag is wat u verwacht van ons als raad. Want onze middelen zijn beperkt. Het is nodig om creatief op te treden. Is er iets wat u concreet kunt noemen wat wij zouden kunnen doen om hier iets aan te doen? Nou, u als raadsleden, u stuurt natuurlijk ambtenaren aan en die verlenen bouwvergunningen en die zitten wellicht ook rond de tafel met mensen als de tegenwoordigers van Van Woensbergen. En u kunt natuurlijk daar ook druk op uitoefenen. En
Verder zijn natuurlijk zeker politieke banden met de centrale stad, et cetera. En het laatste woord over ontruimingen, dat spreekt altijd nog de burgemeester volgens mij. En vandaar mijn verzoek. En ik denk het is ook in uw voordeel, want uiteraard, zoals ik schetste, wij gaan allemaal verliezen. Alleen Van Roosbergen gaat winnen. Oké. Andere vraag? Ik vind dat u het ook duidelijk is in laatste gegeven op de. Ik wil nog opmerken, één ding. Misschien u nog met de ICT-afdeling wil praten over dat aanmeldformulier. Want ik heb al heel degelijk aangemeld. De volgende keer ga ik achteraan bellen, want nu weet ik dat... We gaan proberen met de afdeling ICT in gesprek te komen. Bedankt.